Lotte en Puk testen! Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Make Your Own Slime Rainbow Glitter testen. Wow, dat is een mooie naam. En we hebben ons eigen strandhuisje, waar ik best wel blij mee ben. En super mooi uitzicht, zon schijnt. En Puk heb een nieuwe hoed. Toppie. Beetje te groot. Beetje te klein. Haha. Nou, zullen we maar slijm gaan maken? Oh, leuk. Ik ook wel het kleur. Oh, dat is gemakkelijk. Jij bent zo snel. Ik wil eerst iets zeggen eigenlijk. Want ik denk dat ik zelf persoonlijk denk ik dat het olie slijm gaat worden. Wow, kijk jongens. Kijk hoe mijn glitter. Ik denk niet dat het trouwens die kleur wordt. Alleen aangezien ik geen kleurstof zie. Maar zullen we het maar uit gaan pakken? Ik pak het. Oké, ik zal maar zien. Dit is één grote en kan de doos. Dus het leeft. Dit baking soda gebruiken we nooit in het zwemmen, maar we hebben het niet meer melk in. Wat is dit? Lei? Oké, dus we worden in 6 stappen slijm te maken. Is dit lei? Ja. Oké. We hebben dit. Slijm activator. Kijk jongens, hier zitten van die kleine dingetjes. Je zou glitten. Zodat je zo kon strooien. Kijk maar. Oh ja. 2 of 8 keer... lepeltjes glitter. Dus dat kan je zelf bepalen. Of je 2 lepeltjes of 8. En hier zien wij het allemaal. Hoe je het moet doen. Dus eerst giet je de lijn in. Dan ga je glitters doen. Maar zoals ik net al vertelde. Kijk, er zitten van die kleine strooidingetjes in. Kijk. Zodat je niet op het lepeltje hoeft te doen. En gewoon zo in de kom kan gieten. En je mag eigenlijk zoveel erin gieten zo wat je wil. En dit hele ding leeg. Nou, tot het... Maar tot dit kan je ook... Zullen we beginnen? Ja, top. Oké, eerst... Wacht even. Gaat alle lijm erin. Oké, dat doe ik. Oké. Ik wist niet dat er ook nog op zit. Papiertje. Doe het nou op het papiertje. Ja, de lucht van het papiertje. Bubbel. Als alle lijm eruit is, mogen we de gieten. De lijm zit er helemaal in. Er zit geen één druppel lijm meer. In de fles. Dus tijd voor de glitters. Zeg jij ho? Ja. Ik zeg ho. Oh. Roer eens. Daar hebben we dit voor nodig. Een stukje. En gooi je glitters. Echt heel lekker veel. Maar stil maar. Lekker veel glitters toch? Ik hou ervan. Oké, doe maar nog meer iets. Want... Blijf maar wel een beetje. Maar ik vind het wel genoeg zo'n glitters. Maar ik denk dat het echt olieslijm gaat worden. Nee, ik denk van niet. Het is best wel hard. Even kijken. Oké, nu ben ik zo. Ja, maar dat mag ik weer doen, toch? Ja, een halve lepel. Halve lepel? Ja, half. Oké. Stop. Ja, perfect. En je moet dit helemaal roeren totdat het helemaal is opgelost. Maar Lotte, als ik dat doe, als ik de baking soda erbij gooi, mag ik het ook roeren, toch jongens? Ja, en je moet helemaal opgelost zijn. Dus je mag geen één baking soda meer. Ik zie het nog dus. Ja, zeg wanneer het goed is. Kijk hoe druk ik doe. Ik ga een hartje proberen te... Oh, dat is mijn lucht.
Eigenlijk kunnen we nu gewoon de lepel gebruiken, want we hebben die niet nodig. Maar... Ja, het klopt denk wel. Ik de... Nee. Oh, Puk. Dus dan tijd was voor wel een beetje, het is wel een beetje slijmerig hoor. Ja, dus alleen maar lijm. Met glitter en beetje. Nou, nu komt het geheime ingrediënt. De slime activator. En dat zorgt ervoor dat ja, het slijm wordt. Gewoon heel veel flesje moet je weggooien. Nee, doe nu maar eerst. Namelijk, ik moet namelijk niet zo veel. Oh, het is water, slijm. Mag ik dit doen? Oké, dan gooi ik dit erbij. Hey, nee. Nee! Wat is dit? We moeten niet schuimen, want dat is een pestje. Oké, stop eens. Mag ik eerst nog? Mag ik even iets doen? Wow, het wordt wel echt een beetje als slijm. Ja, het begint slijm te worden, Puk. Blijf doorroeren. Mag ik iets voelen? Nee. Kom af. Zet het dan zich helemaal... Nee. Doe ik niet. Nou. Mag ik even voelen? Ja hoor, ik doe het. Mag ik voelen? Net zo... Ja, dit is het. Heel erg lijmerig. Misschien moeten we straks, als de baking soda helemaal is opgelost... Ja, want er nog een beetje meer zuur bij gegooid. Een wasmiddel erbij doen. Ja, we moeten thuis nog een wasmiddel... Waar hebben we het hier op? Wasmiddel, onze lieve vriend. Help ons weer, net als bij dat foam slijm. Ja. Als je die video nog niet hebt gezien, check die, want die was superleuk. Ik heb er afwasmiddel bij gedaan, dus kijk wat er gebeurt. Wil jij net een ander stokje? Denk ook, want je hebt koude handen, Puk. Ja, weet het. Voor de keer had ik... Niet te vloeien. Dat is een beetje groenig voor mijn afwasmiddel. Wat we er per ongeluk een beetje veel bij hebben gedaan. Het kan gebeuren. Het schuimt helemaal. Zullen we het onze handen in? Het ziet er best wel snijmerig uit. Ja, maar we moeten het toch echt even doen. Kijk, het staat ook op het plaatje. Zullen we maar doen. We gaan voelen. Oh, dat is heerlijk. Puk? Nee, ja wel. Maar kijk, ik krijg deze gladde handen ervan. Oh, en nou, het is best wel... Zullen we even delen? Oké. Ja, dat is echt wel... Zo, ik ga even doorkneden. Kijken wat het dan wordt. Ja, ik ook. Oh my god, het is wel lekker. Het is glibberig. Nat. Ja. Best wel glibberig. Dus dit is dus een kwestie van doorkneden. Zullen we bij mij filmen van boven? Nee, doorkneden meer. Oh, maar kijk, hier is er nog een stukje bezig. Sorry. Ik roerde even. Ik kijk namelijk heel veel slijmvideo's. En ik zag bij een slijmvideo dat we best wel vaak moeten doorkneden. En dan komt het altijd goed. Dus zullen we het proberen door te kneden? Oké. Bijvoorbeeld is glitter zijn collega van YouTube. Kijk hoe prachtig de glitters zijn. Oh, echt. Goor slijm. Nee. Oh, voor het geluid. We gaan zo snel mogelijk zijn. Ik heb er geen probleem mee. Wauw, dat was echt heel lekker. Zullen we door naar het uiterste resultaat? Ja. Nou, ik wil iets wel zeggen. Wow, kijk dit jongens. Je gaat echt heel snel glijden. Dat is gewoon omdat er zo water is. Maar ik wil even het verschil laten zien. Hier staat het rainbow glitter, weet je wel? Het ziet er zo mooi uit. Ik denk zo van, oh my gosh. En als je naar onze slijm kijkt, is het alleen maar het echte rainbow gebogen, dat glittertjes. En wittig, grijzig zijn het glitters.
Maar grijs. Ik vind het kleur. Ik vind het wel mooi. Alleen, ja, ik wil toch liever deze. Zal ik even uitspreken? En hier op de verpakking even... zie je ook alleen maar dat de glitters echt de rainbow is. Kijk, hij kan niet zo heel ver uitspreken. Lotte, gaat hij eerst niet. Dus, hopelijk is het de volgende video wel super leuk. In ieder geval, tot dan. Doei! Geef een duimpje omhoog en abonneer.